Vorig jaar oktober promoveerde Fanfare Eendracht uit Dieteren naar de superieur afdeling. Ook dit brengt nieuwe kosten met zich mee. Muziekinstrumenten moeten vervangen worden, uniformen. Hoe lost het bestuur van de Fanfare dit op? Tja, dat is niet zo makkelijk gezegd in een paar uur, maar het oorzakelijk liever de grootste gedeelte van uiteraard van de gemeente. Maar dat lost alle problemen helemaal niet op. We zijn gepromoveerd afgelopen jaar naar de superieur afdeling. Wat inhield dat we veel geld nodig hebben. Daarom zitten we ook vandaag hier in Dieter met de voorjaarsmarkt. Wat ook toch een van onze grootste inkomsten moet zijn voor de fanfare financieel ieder jaar haalbaar te maken. Daarna hebben we nog een aantal comité's wat constant voor de fanfare werkt. Dat is de Vriendenkring, dat is een comité die organiseert ieder jaar een wandeltocht. Dan hebben we nog een assetcomité die organiseert, zoals bekend, ieder jaar een Zwentebolt rit door land van Zwentebolt. Dan hebben we nog een damescomité wat ook vandaag hier de hele dag bezig is met broodjes, met kaas en soep en koffie te verkopen. Maar dan hebben we nog pas met Porsche bloemen verkocht. Die deed met kerstmis deed die kerststukjes maken. Die heeft de verjaardagsactie waar ze bij alle lieve de kettingbus die was in Antwerpen dag indoen. En zomit proberen we toch de financiële middelen voor de fanfare rond te krijgen. We zijn dus 14 jaar geleden zijn we gestart met een kleine rommelmarkt of een vlooienmarkt, wie ze ze noemen wil. En die markt die hebben we toen ook hier in het dorp georganiseerd. En toen kwam Dobby, kwam een particulier die daar nog een beetje antiekruimtjes bij zat. Na een paar jaar zijn we alleen verder gegaan en dan zijn we zelf de zogenaamde kunst-antiekmarkt hebben we toen georganiseerd op tweede paasdag. Daar zijn we sinds het vorig jaar vanaf gestapt. En dan zijn we verder gegaan 14 dagen na Pasen met een voorjaarsmarkt. Nou, en het heeft zich echt bewezen dat deze markt eigenlijk veel beter draait als met de Pasen. We hebben qua inschrijvingen zitten we drievoudige. Voor dit jaar zelfs nog meer als de drievoudige. We zitten dan plus minus 180 marktkramen en dat is, hebben we nog nooit gehaald op de markt. Hoeveel bezoekers verwachten vandaag? Het is moeilijk te zeggen met dit weer. De weergoden zijn dus niet erg gunstig gestemd. Maar we houden toch, dit jaar houden we toch zeker een 7.000, 8.000 bezoekers. Daar houden we toch op. Het volgend jaar is het lustrum. Dan verwachten we iets speciaals van hem natuurlijk. Volgend jaar, dat zien we het begin van morgen al met, dat we gewoon volgend jaar extra feestmarkten organiseren. Nog groter van opzet en nog met meer activiteiten tot nu toe. Wat er precies gaat worden, daar gaan we nu zeker in beraden, maar dat zal echt een feestmarkt worden. Daar zijn we zeker van overtuigd. We hebben het 14 jaar kunnen volhouden en het 14 jaar maakt er gewoon het buitengewoon van. Ik ken een spreekwoord, Eendracht maakt macht. Dat komt zeker op zijn plaats. Deze CBO's van Varen al meermaal uitgekomen en dat zal zeker volgend jaar uitkomen. Succes. Dankjewel.